en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want vandaag heb ik een birthday haul voor jullie. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik laatst mijn 16e verjaardag gevierd met al mijn vrienden en familie. Ik heb er ook een video van gemaakt, dus als je die wilt zien, dan kan je die nog even kijken en dan zie je het hele feest. Maar ja, op het feest heb ik dus heel veel lieve cadeautjes gehad. Ik heb er al een paar uitgepakt en toen dacht ik van hoe leuk is het als ik het ga filmen. Dus ik heb het op mijn kamer neergelegd en dan ga ik het samen met jullie uitpakken. Het is echt mega veel. Ik vind het super lief dat iedereen wat meegenomen heeft. En dus als eerste wil ik alvast bedankt zeggen, wat ik er al heel erg blij mee ben. Dus nou ja, laten we maar beginnen. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik moet beginnen, maar ik zie hier een pakketje voor me liggen. Dus nou ja, ik ga die maar als eerste uitpakken. Als eerste heb ik dus dit pakketje. Ik vind ten eerste het inpakpapier ook heel erg leuk. Ik moet trouwens wel wat sneller er doorheen, want anders duurt deze video echt 3 uur. Dus ik ga het snel openmaken. Oh, superleuk. Nou, als eerst een lekkere zak snoep. 2 Milka-repen. En een Glamour. Heel erg leuk. Ga ik deze snel lezen. Heel erg bedankt. Nu zie ik dit pakketje. En deze is van Rick. Het is van de Rituals. Oeh, een hele mooie doos. Oh, heerlijk. Lekkere douche en body lotion van Rituals. Super lekker. Hier heb ik ook een pakketje. En deze heb ik van Shiloh, Kirsten en Marijn. Met een lekkere douchepuff. Oeh, shower gel. Nog een shower gel. Wow, een hele grote kaars. Ook een hele mooie kleur. Past echt perfect bij mijn kamer. Maskertje. Een handcreme. Oeh, een fotoalbum voor alle Polaroids. Nou, dat komt goed uit, want ik heb heel veel Polaroid foto's. En een nagellakje. Hele mooie kleur, perfect voor de herfst. Superleuk. Hier heb ik een pakketje. Nou, hele lieve kaart. Deze is van mijn neef en zijn vriendin. Oh, een heel mooi kettingje. En er zijn van die vleugels. Echt heel mooi. Een tasje. Oh, wat leuk. Hier staat op Happy Birthday Joy. Een parfum. Oeh, lekker. Dankjewel. Nou, hier een heel schattig roze tasje. Van Sophie. Oh, heerlijk. Dit is een body mist van Victoria's Secret. Oh, deze ruikt heerlijk zoet. Oh, lekker. Hier een heel erg groot pakket. Ik ben benieuwd. Oh, een heel leuk kaartje. 16 is helaas geen 18, dus dat betekent 0% voor jou. Nou. Super lief. Nou, een 0% wijnfles. Dankjewel. Super lief. En daarbij zitten deze chocolaatjes. Dan heb ik hier een tasje. Kijk, hè. Een Natural Lip Perfector. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat dit is. Dus ik ga het straks meteen testen. Heel erg leuk. Ook heb ik echt een heel mooi kettingje gekregen. En deze is perfect. Want ik heb eigenlijk alleen maar kettingjes met goud. En deze is zilver. Dus als ik iets met zilver aan heb, dan kan ik deze omdoen. Heel erg mooi. Hier een tasje van de Rituals. En een kaart erbij. Nou. En dan een mooi pakket van de Rituals, zie ik. Oeh. Een heerlijke body wash. Dit is volgens mij met foam. Ja, oh, dit is een body foaming shower gel. Lekker. En daarbij zit nog een body cream. Heerlijk. Hier een tasje van de Douglas. Met eerst ook nog een kaart. Oh, wat een schattig kaartje. Met
een cupcakeje erop. Nou, lief. Hier zit dus een pakketje in van de Douglas. Ik vind dat ze daar altijd zo schattig in pakken. Een proefje van een luchtje van D-Squared. Heel erg leuk. En een maskertje zit erop. En hierin zit een cadeaubon van de Douglas. Nou, heel erg bedankt. Ik zeg ook heel erg vaak bedankt in deze video. Omdat ik het gewoon echt super lief vind dat iedereen de moeite heeft gedaan om een cadeautje mee te nemen. Dus ja, ik vind het echt heel erg lief. Nou, we gaan snel verder. Dit is trouwens echt heel erg leuk inpakpapier. Ja, jullie weten dat ik van sterretjes hou. Dus, oké. Oh god, er zit weer een cadeautje in. Zo. Oh, wauw. Een hele mooie portemonnee. Super. Hier past echt alles in. Perfect. Hier een cadeautje van de Primera. Met een beauty cadeaukaart. Oh, dit heb ik nog nooit gezien. Wat leuk. Dit is een beauty cadeaukaart. En hier kan je dus, nou ja, bij allemaal beautywinkels. Dat wist ik niet dat dit bestond. Heel erg leuk. Dit is echt heel erg schattig inpakpapier. Maar ik ga het openmaken. Kijken waar ik dat kan doen. Oeh, klinkt wel breekbaar. Oké, kijk op de achterkant van de foto in het fotolijstje. Ah. Ik moet op de achterkant kijken. Nou, heel erg leuk. Er was dus een tekstje op de achterkant van de foto. Heel erg leuk. En erbij. Ach, echt een heel erg schattig bakje met allemaal cactussen erop. En daarin zit, drop. Heel erg bedankt. Wat een leuk bakje, zeg. En een grappige tekst. Poeh, ik heb het warm. Oké, waar moet ik nu? Oké, ik pak wel dit pakket. Dit ziet eruit als een Lush pakket. Dus ik ben benieuwd. Oh, hier zit een... Och, hier zit een bubbelbar in, een bathbomb, body conditioner en een shower gel. Heerlijk van Lush, dankjewel. Dit had ik trouwens al wel uitgepakt, maar dit gaf Celeste de dag voor mijn verjaardag had ze dit al gegeven. Voordat ik het vierde in ieder geval, want toen hadden we samen afgesproken. Echt heel erg schattig. Een fotolijstje. En een fotoboek. Maar ik laat jullie niet alle foto's zien, want het zijn niet de hele, de charmantste foto's. Maar in ieder geval heel erg leuk met allemaal foto's van ons samen. Dus een fotoboek en een theebeker met allemaal pepernoten erin. Want ik hou van thee en ik hou van pepernoten. Dus perfect. Dit heb ik van Marleen gekregen. Dit zijn lekkere pepernoten, want ja, daar hou ik dus heel erg van. En een heel erg schattig klein cadeautje. Heel erg leuk ingepakt. Mooi doosje. Hoe ga ik dit open krijgen? Oh wauw, echt een heel erg leuk armbandje. Hij heeft dus allemaal bolletjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Deze ga ik omdoen. Heel erg mooi. Hier ook een heel erg lief cadeautje met een ringetje. Milka reep, heerlijk. En een mooi nagellakje. Echt een perfect nude kleurtje, hou ik van. Hier nog een cadeautje met een Milka reep. Heerlijke Milka reep. En nog een cadeautje van Douglas. Met een cadeaubon. Oh, en daarin zit nog een testertje van een ander geurtje. Die ga ik straks allemaal ruiken. Ik hou zo van die testertjes. Plus, het is perfect voor in je tas. Want het is klein, dus je kan makkelijk meenemen. Dus die testertjes gebruik ik altijd. Een mega Milka reep. Hier een pakketje van de Rituals. En wat zit erin? Every gift from a friend is a wish for happiness. Oh, een hele lieve tekst. En een cadeaubon. Oké.
cadeaubon. Nog een pakketje van de Primera. Trouwens heel schattig ingepakt. Ik vind het patroontje heel erg leuk. Met een beautybon. Ik ga straks lekker allemaal beauty dingetjes halen. Leuk. Oh, Emre, Gijs, Jeroen. Oh, super lief. Het is een beetje losgegaan in de tas. Maar wat zit erin? Een mega Milka reep. Lekker. En wat is dit? Een shower gel. Het ziet er in ieder geval heel erg leuk uit. En ik denk ook wel dat hij heerlijk ruikt. Heel erg lief. Nou, dan hier ook een pakket. Heel leuk ingepakt. Ik vind het zo zonde om het eraf te halen. Even kijken, hoe doe ik dit? Zo, ja, oké. Oké, er zit dus een fashion check in. Ho. Dit is echt een hele grappige kaart. Hier staat, het is jouw verjaardag. Het goede nieuws is dat Kim haar bikini topje uittrekt. En dan is er een aap die een bikini topje uittrekt. Het slechte nieuws is dat Kim dit Kim is. Hartelijk gefeliciteerd. Geen idee wie die andere dame is. Nou, ik vind hem heel erg grappig. Leuk. Nou, en dus een fashion check. En nog... nog een kaart. Leuk. En dus nog een blad erbij. Nou, super. Nou, dan hebben we hier een leuk pakket. Hoe? En ik zie popcorn erin. Hier dus een bak met een cadeau, met een kaartje. Oh, wat een leuke kaart. Van Blond. Van Corné. Lief. Twee flesjes Arizona. Oh, ik vind de verpakking hier altijd zo leuk van. Lekkere zoete popcorn. Ja, ik ben echt van zoete popcorn. En een bioscoopbon. Super lief, Corné. Dankjewel. Nou, dan pak ik het volgende pakketje. Een heel leuk tasje. Met als eerste een kaart erin. Hij ziet er echt heel erg schattig uit. Oh, wat gebeurt er? Superleuk. Oh, hier lekkere bathbombs. En ik zie een maskertje. Oh, wat een mooie kaars. Hele mooie kleur. En hij ruikt super lekker. Oh. Daaronder was deze grote doos. Ja, groot pakket. Wat is het? Dus ik ga hem maar snel uitpakken. Het is een wireless speaker. En je kan er dus... als coolbox gebruiken. Maar hier zie ik dat ze hem als vaas gebruiken. En hij geeft ook nog eens licht. Heel erg cool. Wat grappig. Ik heb dit nog nooit gezien. Wow. Dit is hem dus. En hier kan je, dit kan je dus als coolbox of als vaas gebruiken. Wat grappig. Wauw. Dan heb ik hier een grote koker. Hoe noem je dit? Ik ben heel erg benieuwd. Een cadeaukaart. Heel erg leuk. Oh, super. En wat zit er nog meer in? Och, een heerlijke tester van een geurtje van Marc Jacobs. Heel leuk. Dan hier... hier ben ik wel benieuwd naar. Happy birthday staat erop. Kijken, hoe ga ik dit loskrijgen? Wauw. Het ruikt lekker. En het ziet er echt heel erg mooi uit. Het zijn dus allemaal, ja, hoe noem je dit? Chocolaatjes of bonbons? Ik weet het niet precies, maar het ziet er echt heel erg mooi uit. En er zit nog wat in. Een shower flower. Dit is van Rituals en ze noemen het shower flower. Hier een tasje van Lush.
En hij ruikt ook heel erg lekker. Zo. Oh, wat leuk. Hier een foto. Ik kan... Huh? Ik heb deze foto nog nooit gezien. Maar dit is dus een foto van Sarah. Van ons. Van een feestje. Wat leuk. Wat grappig. Ik heb die foto nog nooit gezien. Leuk. En heel erg leuk ingepakt, dit cadeautje. Oh, wat leuk. Kijk, iedereen die mij goed kent, weet dat ik echt heel erg hou van de HEMA rookworst. En dit is dus een rookworst van marsepein. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. En wat grappig. Ik wist niet eens dat dit bestond. Nou, superleuk. En nog een bathbom. Och, veel te lief. Maar van iedereen ook echt super lief. En dan hier een pakket van Rituals. Eerst even het kaartje lezen van Jens. Heel erg leuk kaartje. Dankjewel, Jens. Nou, ben ik wel benieuwd. Een pakket van de Rituals. Och, en ook hier weer lekker. Oh, de geur komt er al vanaf. Het ruikt super lekker. En als laatste, oh, deze heerlijke snoepjes. Van die speentjes. Lekker! Nou, dan heb ik hier weer een leuk tasje. Wat zit erin? Eerst het kaartje even lezen natuurlijk. Deze past helemaal bij mij. Leuk. Nou, lief. En dus een cadeaubon van een heel erg leuk restaurant bij ons in de stad. Dus super. Ik zie hier een mega pakket die ik nog niet uit heb gepakt. Oh! En deze heb ik dus van mijn oom en tante en van mijn neef en nichten gekregen. Ja, welk envelopje eerst? Ik denk dat ik eerst maar deze doe. Oh, nee, zonde. Sweet 16. Schattig. Heel lief. En dan pak ik even het andere kaartje. Wat leuk, een cadeaubon. Dit is ook van een restaurant bij ons hier in de stad. Super. Nou, heel erg leuk. En dan hier een adventkalender van de Rituals. Wow. Zo. Wow. Wat? Dit zet je dus neer. En kan je alle cadeautjes er zo aan hangen. Hoe leuk is dit? Wauw. Oh. Nou, ik moet dus nog even wachten met het openmaken hiervan. Maar in ieder geval heel erg cool. Wauw. Vet. Nou, geweldig. Hier een tasje van de HEMA. Wat is dit? Voor iets leuks. Van Roxy. Och, wat een leuk pakket. Nou, er zit dus een kaars in. Een heel erg leuk fotolijstje met een goud randje. Een heerlijke Lush bathbomb. En een mooi kettingje. Oh, heerlijk pakket. Leuk. Nou, deze is van Charlotte, Carlijn en Sarah. En ze zei dat het cadeautje er nog aankomt. Dat hij nog onderweg was. Dus nou, ik ben benieuwd. Maar in ieder geval super lief. Nou, dan heb ik hier een tasje. Heel erg leuk tasje trouwens. En ook leuk inpakpapier. Oh. Wat leuk. Wat een schattig sleutelhangertje en een leuk tasje. Nou, heel erg leuk. En er zit nog wat in, want dit voelt best wel zwaar. Oh, wat is dit dan? Een body mist. Oh, heerlijk. Leuk tasje ook. Oh, super. Oké, dan heb ik hier nog een cadeautje. Deze is volgens mij breekbaar. Want dat zei Thomas. Oeh, een heerlijke kaars. Ik ben benieuwd hoe die ruikt. Oh, oh, dit is echt een hele lekkere geur. Oh, die is echt super lekker.
Ik hou echt van kaarsen. Dus nou, mijn vrienden kennen me heel goed. Dus ik vind het echt super leuk allemaal. Ik ga dan hier een bioscoopbon. Oh, ik ga binnenkort ook lekker naar de bioscoop. Met een kaartje erbij. Leuk! Een lekkere lekker popcorn met een bioscoopkaart. Super lief. En dan hier een boekje. Ik ben wel benieuwd. Oh, een heel schattig armbandje. Met zo'n, hoe heet dit? Zo'n tassel. Heel schattig. En een cadeaubon. Van de Ethos. En een boek. Leuk. Nou, een boek erbij. Super. Dan hier, een hele schaal. Wow. Ik ga eens even kijken wat er allemaal in zit. Oeh, badzout. Heerlijk voor een bad. Oh. Look inside. Oh, wat een lief armbandje. Met allemaal hartjes eraan hangen. Heel schattig. Een gelukskaarsje. Oh ja, ik ben echt heel erg bijgelovig. Dus een gelukskaars. Super. En een hele mooie schaal. Deze past trouwens zo leuk bij mijn kamer. Dus die ga ik straks zeker neerzetten. En een lekkere thee. Nou, heel erg leuk. Hier een cadeautje van Sefat. Oeh, chocoladeletters. Met Joy. Leuk. En nog een cadeautje van Sefat. Oeh, dit is voor in bad. Dit zijn van die badtabletten. Heerlijk. Oh jongens, ik ga voorlopig echt heerlijk ruiken naar al die bad- en douchedingen. Nou, verder heb ik allemaal nog hele leuke kaarten. En die ga ik straks allemaal lezen. Maar ja, ik vind het super lief dat iedereen de moeite heeft gedaan om een cadeautje te geven. Ik ben echt met alles heel erg blij. En sorry als ik er snel doorheen ging, maar anders wordt deze video echt 10 uur. Maar ik ga straks nog even overal goed naar kijken. Want ik vind het super leuk en heel erg lief dat iedereen dus de moeite heeft gedaan. Dus ik wil al mijn vrienden en familie heel erg bedanken. Mwah! Super leuk dat jullie er waren. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vonden jullie het leuk? Doe een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. En wil je nog de vlog van mijn verjaardag zien? Kijk dan even naar de vorige video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!